Oké, hey hallo allemaal en welkom weer bij The Sims 3. The Sims 3. Ja, wat wij doen? Uit de laatste keer dat je de game hebt geladen is gebleken dat je heel veel over The Sims 3 weet. En daarom heb je 991 punten voor levenslange blijdschap verdiend. De punten zijn eerlijk verdeeld onder alle familieleden. Ah. Dat gebeurt dus als je precies dat gedeelte doet. Dat heb ik dus ook gedaan. Hallo. Plasje op dweilen. Hallo. Waarom loopt hij nou elke keer vast? Gisteren heb ik het gedaan. En toen liep hij echt geen enkele keer vast. Fuck. Ik meen het. Ik had geen enkel probleem had ik toen. De kapper voor True Wilton arriveert over ongeveer een uur. En hij wordt al bijna een volwassene. Het is alleen. Doe ik het alweer. Godver. Echt waar. Hoe komt dit? Komt er dat deze hoe heet het nou? Maar een paar updates geleden is of zo? Of heb ik gewoon te veel kranten slingeren? Oh. Ja. Hè. Gebruik als eerst het volgende. Ja. Jee, alweer. Zucht. En gewoon alles doet het nog normaal. Alleen dit gedeelte doet het dan net niet. Je hebt weer echt om het half uur. Om het half uur in speeltijd. Ja, zo heb ik ook. Volgens mij moet ik gewoon. Ik weet niet. Teleportatie. Nee, ik denk dat ik echt gewoon even de tractor moet patchen. Ook gewoon deze save file gewoon helemaal moet patchen. Ik denk dat het thuis mee te maken heb dat die nog gewoon een paar updates geleden is. Want ik heb een nieuwe tracker aangemaakt en die doet het gewoon normaal. Die werkt gewoon echt helemaal perfect. Oh ja, er zijn trouwens soms Sims 3 geluiden te horen. Ja, oké. Opties. Ik wil die taart hebben. Het kan voor problemen zorgen bij mij. Op het kanaal bijvoorbeeld. Heel snel wil ik hier tussen. Heel snel wil ik hier weer uit zijn. Ik mag echt niet te lang mag dat muziekje doorgaan. Want ik krijg er uiteindelijk problemen mee. En daar heb ik echt geen zin in. Ah. Ik ga even kijken hoe ik dat moet patchen. Dat ga ik doen zodra deze aflevering voorbij is. Het is gelukkig, maar ik had in de eerste instantie twee afleveringen gepland.
Omdat hij het zo ontzettend goed deed bij het andere personage, bij mijn gewone spel. Maar nu ineens, ja. Ik heb ook die lichaam te ontspullen wat ik in mijn Sims heb gevoegd. Dat ligt sowieso niet aan, want ik heb pas geleden heb ik er nog een paar bij gedaan. Gaat weer. Ik snap echt niet waarom hij dat doet. Als iemand het mij kan uitleggen, doe het dan als je fucking blieft. Ik word er echt gek van. Ik weet niet hoe lang ik dan deze serie nog kan laten runnen. Want ik was eindelijk van plan om deze best wel lang te laten duren. Week 2, dag 6. Ik kan ook gewoon een nieuw tractor aanmaken die ook gewoon een beetje in dezelfde richting is gegaan. Romantiek ten topprestatie. Daarmee de bouton verdient. Oh, zucht. Ik kan me trouwens ook nog één enkel dingetje herinneren van Sims 2. En dat waren die kutkonijnen. Als je sociaal fucking laag was. Dat was echt gewoon zo irritant elke keer. Het hielp wel, alleen als je naar mij keek, dan zag je echt, echt elke keer dat konijn gewoon een pak slaag krijgen van mij. Ah. Nee. Gaat direct weer. Oké. Okay. Hoeveel ben je nodig voor deze achievement? Tenminste voor deze wens. Hallo. Meer waard zijn dan 20.000. Oké. Eerst met iemand chatten zometeen. Inventory. Telefoon. Oh, hier, telefoon aanpakken. Hij pakt zijn telefoon en direct gebeurt dit, hè. Ik zie het laatst zien nogal gewoon normaal bewegen, dus het is echt iets wat met mijn sim te maken heeft. Maar ook gewoon deze tijd die blijft stilstaan dan. Jana Spencer weet of Drew Willett een zin heeft om op een date te gaan. Accepteren. De reden dat ik hem dat laat doen. Zijn sociaal is echt fucking laag. Nou, dat wil ik echt een keertje omhoog gaan helpen. Nu snap ik ook direct om die te maar teleporteert. Nou, lekker in de wagen zitten. We gaan trouwens hier naartoe. Hij heeft serieus problemen met Javira. Javira Batista. Oké. Okay. Zucht. Het eerste wat er gebeurt is dit. De hel is dit voor gezeik? Vriendelijk voorstellen. Oké, we hebben zoveel met elkaar gemeen. Ik zou het doorgaan om beter leren kennen. Durleton besloot om van de buitenlucht te genieten en hij heeft het park bezocht. De geur van vers gras en het gritsel van boombladeren zullen niet snel vergeten worden.
Zou die echt niet snel vergeten worden, want volgens mij is Drew hekel aan buiten, gekweld door de natuur. Ouch. Gewoon romantisch, gewoon flirten. We gaan het gewoon proberen. Oké. Eigenschap ontdekt. Flirterig. Heerlijk. Vriendelijk. Carrière vragen. Film kijken gaan we wegdoen. Het kan zijn dat we hier misschien toch 2 afleveringen van maken als het zo gaat. Vraag als Sim vrijgezel is. Zij staan als technische reparateur. Oh. Promotie aankondigen. Ja, we hebben het weer. Gosh dang it. Ah. Partner ontdekt. Geen. Vrijgezel. Technische reparateur. Om sterrenbeeld vragen. We willen wat meer informatie. Kan ook wel. Jurton heeft gehoord dat Diana Spencer een stier is. De sterrenbeelden passen goed bij elkaar. Wauw. Laat dat zeggen over voedsel. Versierdruk. Romantisch. Compliment geven over uiterlijk. Romantisch. Compliment geven over persoonlijkheid. Dit gaat nog wel eens goed komen tussen die twee. Oh, gaat weer. Nu zit er pas ook veel tijd tussen dat het gebeurt. Zijn hartjes bij hem links onderin. Die is verliefd. Want is eerste keus. Ja, ik vind dat Drew heel erg aantrekkelijk is. Mooi. Oké, romantisch. Yes. Gewoon een massage geven ofzo. Drew had net zijn eerste kus gehad. Die eerste aanstaande ontmoeting van trillende lippen is een moment om nooit te vergeten. Goed gedaan, Drew. Zo ken ik je. Zo ken ik mezelf wel. Nou, eigenlijk ken ik mezelf zo eigenlijk niet, maar... Who cares? Dit is natuurlijk de Sims 3. Je kan gewoon doen wat je wilt hierin. Tenminste, je kan ongeveer doen wat je wilt. Niet alles. Maar redelijk veel. Laten we het daarop houden. Mag er nog 2 eigenschappen van Jana komen? Oké. Romantisch. Oorfluister. Bijzonder. Vriendelijk. Leren kennen. Oké, wil je multitasken? Dat is een sim al. Snelle stofwisseling. Misschien laat ook oogstrelen. Oplettend heb ik nodig. Oké, vriendelijk. Naar dag vragen.
gehad zijn trouwens. Mooi. Je heeft zaterdag en zondag vrij. Bijzonder. Virtuoos. En enthousiast zijn over muziek. Romantisch. Verlegen zoen ofzo. Nu loopt hij ook weer vast, hè. Deze echt elke keer. Er is echt elke keer wel iets. Want is er nu gewoon zo nog? Wauw. Uitnodigen.